AFC te gast op de Abdijhof in Liende bij FC Liende, de ploeg van Kraai Junior. En FC Liende valt aan Bendadi. Klein half uur gespeeld, een uitgestoken been levert de 1-0 op via Van der Meijrakker. En dat is alweer zijn 14e van dit seizoen. Volgend seizoen te zien in de kleuren van IJsselmeervals. Maar de vraag bij die ploeg is, speelt het dan tweede of derde divisie? Zonneveld kan er niet bij en via de binnenkant van de paal staat het 1-0 op de Abdijhof. Dit gebeurt 10 minuten later. Een mooie lange bal van Ignacio, geklungel achterin bij FC Lienden. En daarvan profiteert Jesse. En 8 minuten voor rust staat AFC naast Lienden. Knullig verdedigen, Jesse profiteert daarvan. Schimmel, de doelman, ligt iets te vlug. En dan is het een koud kunstje voor de aanvaller van AFC om voor de 1-1 te zorgen. De ruststand is 1-1, dit gebeurt in de 67ste minuut. Hier ontsnapt Van der Brink, die schiet een halve redding van Schimmel. De tweede keer dat hij er niet echt goed uitziet. En dit keer profiteert Ignacio en het staat 1-2. Ignacio die overkwam van de Boys uit Werkendam. En eigenlijk sinds hij er is in Amsterdam gaat het goed met de AFC. Het haalt punten en dat is hard nodig voor de ploeg van Wetzel. 12 minuten voor tijd, aanval Liende. Van der Meijrakker verlengt met het hoofd. Dit is invallen, Bellassan die kwam na 61 minuten voor Lukili. En die verzorgt de assist voor Hak. En Liende staat op 2-2. Hak die eerder dit seizoen in Amsterdam het uitduel van Liende bij AFC besliste. Hij maakte toen de enige van de wedstrijd. Deze middag vallen er meer. Inmiddels zitten we in de extra speeltijd. De lange bal is van Elders. Bellassan, daar is hij weer, de invaller. Heel belangrijk, een assist en hij scoort. Het is de 93ste minuut. Het is de winnende voor Liende. En kijk naar de uitbundigheid rond de dugout van de thuisploeg. Want wie had daar nog een kwartier voor tijd bij 1-2 opgerekend? 3-2, Lienden, AFC.